Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We zien een breed bewolkingsgebied boven Nederland, de Noordzee en Engeland liggen. En dat hele bewolkingsgebied gaat heel langzaam van west naar oost trekken. En met recht heel langzaam, dus we houden er de hele dag mee te maken. Uit de bolkje valt regen en motregen. In het binnenland is het meest lichte motregen. Maar in het westen en noorden, daar regent het flink door. En daar gaat in de loop van de dag zo'n 20 tot 25 mm vallen. natte grijze boel dus vandaag, met alleen in het zuidoosten en oosten ook af en toe flinke droge momenten. Het wordt zo'n 7 graden langs de oostgrens en 11 graden aan zee. De wind waait eerst uit het zuiden, maar begint vanavond naar het westen te draaien. En neemt dan in kracht af. Vanmiddag staat er nog af en toe een windkracht 6. Ook morgen overdag houden we temperaturen die rond de 10 graden liggen. In de ochtend is het nog grijs en regenachtig in het zuiden. Maar elders breekt van tijd tot tijd de zon door en valt er hooguit een enkele bui. In de loop van de dag morgen dus overwegend droger weer. Ook woensdag is het een groot deel van de dag droog. Misschien langs de westkust een bui. Maar verder uh, zonnige periode en geen neerslag. Opnieuw een graad of 10 en een stevige zuidenwind. Donderdag gaat het regenen. En ook vrijdag is het ronduit wisselvallig. Met zelfs een kleine kans op storm. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.